Hoi kijkers, en jullie zijn met deze gloednieuwe video. Ik wil snel vandaag een video opnemen die heel kort is. Ik heb... dit zijn zelfmaakdierenwijs. Dit is mijn eerste. Hier heb ik een spons met papier een leuk beetje ingekleurd. Maar ik kon ook niet heel erg mooi kleren door de plakband. En dan kan lekker knijps. Het moet een squishy voorstellen. Je ziet lekker dit. Hartjes. Er staat op squishy. Leuk. Gaan we door naar mijn tweede. Dit is de tweede die ik heb gemaakt. En daar is gewoon een beetje een schattig gezichtje. Misschien vinden jullie het niet schattig, maar prinses. Jullie lezen het misschien niet goed, maar ja, dat is die. Ook weer zo'n squishy. Heb ik van TikTok. Ja, hier zat vulling in. Is per ongeluk kapot gegaan, maar wel leuk om dit te doen of zo. Dit is gewoon, ja, leuk mee te prutselen. Is dit? Dit is zo'n, zo die zo splatsen en laat hij op de grond wel splatsen dan weer in elkaar. Ja, onderschat zo'n nou, een lampje. We gaan er heel even tussenuit en zometeen. Ja? Dit is een Lucy poppetje. Het is niet specifiek iets chills of zo, maar het is gewoon een poppetje. Het zat erbij. Ik had het ook gekocht bij de winkel. Deze is ook een zelfmaak. Heb je twee van die ringetjes en dan kan je lekker dit doen. Je kan als je er drie hebt en dan heb je ook een soort van... Ja, heb je een soort van... Ja, die lijkt zo zien. Van die magnetische... Dit zijn magnetische ringen op TikTok. Dat vragen ze niet specifiek aan mij, maar ook aan andere kijkers. Of andere TikTokers. Waar je dit soort magnetische ringen vandaan hebt. Ik heb ze bij de boekenwinkel vandaan. En daar hebben ze dan een... Tegenwoordig staat er nog iets op de kaart. Allemaal stressspulletjes. En dan kan je, daar zaten die rings dus ook bij. En ik was gewoon benieuwd, omdat die dit ook wel populair was. Dus had ik dit ook maar gekocht. Dus ja, dat waren al mijn fidgets. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Doei!